De Vlaamse Visveiling exploiteert twee locaties in Zeebrugge en Oostende. In het kader van het project Ergonomie en Tracing and Tracking is een samenwerking opgezet met de stedelijke vismijn te Nieuwpoort, wat geleid heeft tot de oprichting van de CVBA, Vereniging Vlaamse Visveilingen. Samen vermarkten ze meer dan 17 miljoen kilogram vis op jaarbasis. In het kader van bovenvernoemd project werden twee types kisten ontworpen, voorzien van tags, lineaire en 2D-barcodebedrukking, die het mogelijk maken om het product en de kist te volgen van op het schip tot bij de eindafnemer. De firma Didac uit Grobbendonk heeft de kisten geproduceerd. Het betreft nestbare kisten in polyethyleen high density, food approved, voorzien van een uniek nummer te herkennen via RFID en barcodescanning. De Vlaamse Visveiling stapt in het track and trace project naar aanleiding van twee redenen. Enerzijds de voedselveiligheid en traceerbaarheid en anderzijds het grote verlies van kisten dat we jaarlijks constateren. De voedselveiligheid en traceerbaarheid werd opgelost door barcodes te steken in elke kist, zodanig dat wij na de verkoop elke koper en de inhoud van de kist konden koppelen en zo perfect kunnen traceren waar de vis naartoe gaat na de verkoop in de veiling. Ons groot verlies van kisten werd opgelost door diezelfde barcode, zodanig dat de koper kan gekoppeld worden aan de kist en VLV op elk moment een goed beeld heeft hoe de kisten verspreid zitten in België en Europa en zo ook het verlies aan kisten sterk kunnen reduceren. Het geheel is gebaseerd op de GS1-standaard. De Vlaamse Visveiling stond er eigenlijk op dat GS1-standaarden werden gebruikt in dit project. GS1 als internationale standaardenorganisatie is de specialist in het uniek identificeren van schepen, van laadkades, van consumentheden enzovoort. En zonder die unieke identificatie is traceerbaarheid en tracking en tracing eigenlijk niet mogelijk. En het gebruik van die RFID-chips maakt het eigenlijk mogelijk dat die kisten gevolgd kunnen worden in elke fase van de keten. Het automatiseringsbedrijf Auxis is leverancier van de tags. Zij hebben de juiste tagkeuze bepaald via testen, in een anechoïsche kamer gekoppeld aan high-tech meetapparatuur. Verder fungeerden ze als systeemintegrator. Dit houdt in dat ze hard- en software hebben ontwikkeld die de verschillende stappen in de keten ondersteunen. De dienstverlening van zowel de Vlaamse Visveiling als de stedelijke vismijn te Nieuwpoort bestaat in het aanlanden, keuren en sorteren van de aangelande vis van een 70-tal reders. De vis wordt aangevoerd in 20 of 40 kilogram kisten en wordt in ontvangst genomen via de kade of via de laaddocks. Na een ingangscontrole wordt hij automatisch gesorteerd en gestockeerd in de distributiehal. Gesorteerde aantallen worden via de webportal ter beschikking gesteld van het klantenbestand en worden in real-time verkocht via een simultane klokverkoop op de locaties Zeebrugge, Oostende en Nieuwpoort. Gegevens worden vervolgens automatisch gecommuniceerd naar de distributieafdeling. Via scanning worden deze verder afgeleverd aan de klanten. Alle transacties zijn op te volgen via softwarepakketten van de veiling, zijnde enerzijds AFISH voor het verwerken van alle administratieve processen en anderzijds F-Track voor het traceren van de viskisten en hun inhoud doorheen de keten. De laatste stap betreft het inleveren van de lege kisten door de klanten. Deze worden vervolgens gewassen en voldoen hiermee aan zeer strenge hygiënische eisen. Vervolgens worden de gewassen kisten geladen en komen opnieuw in het circuit. Enerzijds naar de aanvoerders en anderzijds naar kopers na het sorteerproces. Hiermee is de cirkel rond.
De uitrol van tracing en tracking op de locaties Zeebrugge, Oostende en Nieuwpoort resulteert in een efficiëntieslag in de supply chain en garandeert de naleving van de Europese normen qua traceerbaarheid en voedselveiligheid doorheen gans de keten conform de Europese regelgeving.